Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. In de vroege ochtend nog af en toe wat zon in Nederland, maar boven Engeland ligt dikkere bewolking klaar. En daar krijgen we dan vanaf vanmiddag mee te maken. Vanochtend is het dan nog op de meeste plaatsen droog. Slechts lokaal valt een enkele spat regen en de temperatuur ligt op 6 of 7 graden. Vanmiddag neemt de wind in kracht toe en komt zachte lucht geleidelijk ons land binnen. Daarnaast gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. En de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 9 of 10 graden op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht dan houdt bewolking de overhand, maar het wordt vanuit het westen geleidelijk op steeds meer plaatsen wel droog. De temperatuur daalt niet heel veel verder dan een graad of 8 en de wind neemt weer iets in kracht af. Morgen trekt een nieuw regengebied over ons land, met name in de ochtenduren. In de middag is het dan weer wat vaker droog met mogelijk uiteindelijk in het noorden wat zon. Het is zeer zacht met maxima tussen de 12 en 14 graden en de wind is meestal matig tot aan zee krachtig. In de nieuwe week blijft het wisselvallig, maar zien we af en toe zon. en Met name maandag is het nog zeer zacht. Dinsdag en woensdag dan gaan de temperaturen geleidelijk beneden de 10 graden uitkomen middags. De wind neemt iets in kracht af, maar blijft meestal matig tot vrij krachtig.